Nederland is het land van de kaasdragers, molens en tulpen. Het ANP Historisch Archief, het Foam Fotografiemuseum Amsterdam en het Nationaal Historisch Museum willen het Nederland van nu op de kaart zetten met het fotoproject Nieuwe Groeten Uit. Enkele BN'ers fotograferen alvast een plek die hen inspireert. Deze locatie heb ik gekozen omdat dit gewoon de mooiste plek van Nederland is. Het hart van Breda. En de eerste keer dat ik hier kwam, die vergeet ik nooit meer. En ik kwam hier aangelopen, het was een zomeravond, ik hoorde geroezemoes over alle terrassen. En ineens loop ik, poef, de grote markt op, ik zie een plein, gezelligheid. Ik dacht, wauw, hier ga ik 4 jaar studeren. Dit is gewoon mijn meest dierbare beeld van Nederland. Het uitzicht vanuit mijn kamer. Ik ben op deze plek opgegroeid, geboren en getogen. En hier liggen gewoon mijn enige echte Nederlandse wortels. Sommige plekken zijn ook typerend voor Nederland. Ik vind dat door het nieuwe rookverbod er in Amsterdam, en misschien wel in Nederland, maar hier van Amsterdam, zo'n mooie terrassencultuur is ontstaan. Ik hou heel erg van door de stad fietsen en buiten mensen, sigaretje, buiten hokken. De gezellige plekken zijn buiten. Dat was vroeger binnen. Nu is het buiten, daar hou ik van. Nederland is veel veranderd. Veel drukker, veel voller en veel kleurrijker is het natuurlijk geworden. Het is veel meer, de wereld is veel meer naar binnen gekomen. Grote verschillen zijn het verkeer, grote verschillen zijn het gemak waarmee alles kon. Vroeger was alles zwart-wit in Nederland. Daar heb ik nog heel veel foto's van. Het doel van Nieuwe Groeten Uit is een zo compleet mogelijk beeld van Nederland te maken. In de zomer van 2009 trekt Nieuwe Groeten Uit het land door met een opblaasbaar paviljoen waarin alle ingezonde beelden te bezichtigen zijn. Uiteindelijk volgt een eindpresentatie door het Nationaal Historisch Museum. Dus fotografeer jouw Nederland van nu en upload je foto's op nieuwegroetenuit.nl.